Want nee. U wilt graag, hè? Ik wil heel graag. Ja. Maar ik wil niet heel graag. Nederland wil heel graag. En ongeveer op de heer Timmermans en achterban na... ook de achterbannen van de twee collega's van de VVD en NSC... willen graag dat de PVV meedoet. Althans liever dan dat ze samen de achterbannen dan met de heer Timmermans gaan. Ja. En dat is ook goed, want we staan op een kruispunt nu in Nederland. Dan willen we inderdaad weer die Nederlander op één zetten. Dan kan dat alleen maar met mijn partij. Ja, nee, dat heeft u de laatste dagen heel duidelijk gemaakt. En daar doet u echt alles en dan, voor. En dan mogen de mensen best voor applaudisseren. Oh, is dat zo? Ja. U vraagt zelf om een applaus. Ja, dat u lijkt Johan Derksen wel zo schaamteloos. Dat zeg ik. Ik geloof het niet. U kunt eigenlijk ook niet samenwerken met Geert Wilders, toch? Op basis van de verhalen die net werden geopperd. Nou ja, kijk, een keer een belediging, dat doen we allemaal wel. Dus daar zit niet mijn pijn, die kun je ook intrekken. Daar zit niet het grote probleem. Het probleem zit hem erin dat ik de afgelopen jaren heel hard bezig ben geweest... bijvoorbeeld bij het toeslagenschandaal... om te kijken hoe we ons aan de rechtsstaat houden. Dat heeft de overheid zelf niet gedaan. Op het moment dat je Kamerlid wordt... dan leg je ook de eed of de gelofte op de grondwet af. Dus dan je zegt de vrijheid van meningsuiting, artikel 1, hè, dat iedereen gelijk is. Maar ook de vrijheid van godsdienst. Ja, daar leg je de eed op af. Hmm. En als er dan een verkiezingsprogramma ligt dat zegt... geen moskeeën en geen Korans, dan... Ja, dan zeg je, dan overtreed je het censuurverbod, de vrijheid van godsdienst. Maar u sluit hem dus uit? Nou, met die standpunten kun je samen geen regering vormen. Nee, als je maar dat u sluit hem dus uit? Nou, die standpunten die leiden ertoe dat je samen geen regering... Maar als hij die standpunten er afstand van zou doen, dan zou u met hem kunnen werken? Nou, als er een ander verkiezingsprogramma zou liggen, en dat ligt er niet... Nee, dan zou dus dan sluit hij hem dus uit? Ja. Eigenlijk is met zo'n verkiezingsprogramma kan ik niet samen. Het is wel lekker voor de mensen hier. Een ja en een nee zullen met zo'n verkiezingsprogramma kun je niet doen. Maar wat mevrouw Jusikel zegt, ik snap de zorgen. Ik snap ook de zorgen van de kiezers. En hij heeft iets vaker gelijk gehad dan meneer Timmermans durft toe te geven... met over migratiestandpunten. Laten we daar ook maar heel ruiterlijk in zijn. Maar je dient je aan de grondwet te houden. Ja. Luister, ik heb over die standpunten van de PVV gezegd... wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk in de... tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die grondwet is geen probleem. Maar ik zeg u wel, u zegt iedere keer dat u voor een minderheidskabinet bent... maar u sluit de heer Timmermans niet uit. En de PVV gaat groot worden. Ik voorspel het u. Heel veel mensen gaan op mijn partij stemmen volgende week woensdag. En als applaus, u, waarschijnlijk als u ons nee. Ja. Als u... Mag ik wel even mijn punten maken? Als u uitsluit, dan zegt u tegen die NSC-kiezer... dat u de deur wagenwijd openzet naar Frans Timmermans. En dan gebeurt er niets met immigratie, niets met asiel. En dat willen uw eigen kiezers niet. Die kiezers van u moeten zich nog goed achter de oren krabben... of ze wel u geen applaus meer. Geen applaus meer. Met hem gaat. Dieke zit mee te leven, maar wat is nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want de huizenprijzen blijven stijgen. Ja. En de rente ook. Dus wat ga je daar dan aan doen? Nou, er zijn gebieden, bijvoorbeeld in Amsterdam... dat ze ook echt woningen beschikbaar stellen, ook voor dus... het bedrag wat u verdient en waar u daar ook zou kunnen wonen. Maar als je kijkt naar hoe de inkomens zich ontwikkelen... volgens de plannen die doorgerekend zijn... dus dat kan ik alleen maar voor ons twee zeggen... dan gaat u er bij de VVD hooguit 0,4% op vooruit. Bij ons gaat u er 2,4% op vooruit. Dat maakt ook heel veel verschil bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek. Vervolgens gaat uw spaargeld eraan, gaat uw hypotheek eraan... de hypotheekrente gaat eraan. Meneer, dan gaan onder de streep, hier, alles wordt meneer Timmermans, het voordeel van doorrekeningen is dat ik alles, goed heb gelezen. Alles en u pakt de middengroepen keihard. Alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Keihard. En de middengroepen komen er bij ons veel en veel beter uit dan meneer de VVD. Het eerlijke verhaal is dan ook het eerlijke economen, verhaal. Economen zullen dat bevestigen, hebben ze ook gedaan in de media... U gaat vertelt u sprookjes. Gaat u vertelt dit niet echt sprookjes. Hoogleraren die zeggen met de plannen van Timmermans... hij haalt dat geld niet eens op omdat dit mensen failliet gaan. Op, nee. Okay. Of de bedrijven het land uit willen. Hoogleraar Jacobs zegt... 200.000 banen. Is wel eens niet eens. Gaan jullie even verder. Het leuke eraan is om ze hier een aparte uitzending. Maar het leuke aan een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. Het leuke is wel aan dit... Volgens mij ga ik met jou samen op deze manier. Je gaat het nog zien, hoor. Is het, geregeld? Ja. Op wonen komen we er wel uit. Ja. Wij krijgen 200.000 banen. Is wel eens niet eens. Gaan jullie even verder? Het leuke eraan is om ze hier een aparte uitzending van deze. Maar het leuke aan een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. Het leuke is wel aan dit. Volgens mij ga ik met jou samen op deze manier. Nou ja, je gaat het nog zien, hoor.
Is het, is het geregeld? Ja. Op bonen komen we er wel uit. Ja. Dit wordt het niet. U begint al te draaien, hoor ik. Maar ik heb, op bonen, denk ik. Ik heb nog een andere oplossing. Oké. Okay. En die oplossing is voor beide dames, misschien niet morgen, maar wel eerder dan bij hun, dat ik vind, en ik onbegrijpelijk dat niemand dat noemt, dat we Nederlanders weer op één gaan zetten. Het is onbegrijpelijk dat in de statushouders dat mevrouw 19 of 20 jaar, weet ik hoe lang moet wachten, dat een andere mevrouw ook moet wachten. Terwijl in Nederland, als het gaat om starters, hè, alleen om starters, is 33% van de toewijzingen van nieuwe woningen gaan naar statushouders en met voorrang. We leven in een hele onveilige wereld en ik ben er trots op dat Nederland, toen Poetin Oekraïne binnenviel, tegen vluchtelingen die vluchten voor het geweld van Poetin, zeiden: jullie zijn hier wel. Daar mogen we best trots op zijn. Maar dat hebben we ook voor elkaar gekregen. Maar daar gaat het niet over. Het probleem ook niet veel groter maken dan het meneer Timmermans, maar even. In Budel gaat niet over Oekraïne. Nee, dat zou ik zeggen. Maar wat kun je er wat mee? Zeg ik ook niet. Eigenlijk helemaal niks. Je kan er niks mee, hè? Nee. Ze roepen maar wat, maar je hebt er niks aan. Ja, dus zo is de politiek. Wat moet je nou met die politici? Roepen. Maar ja, wat gaan ze nou doen? Want het moet wel anders bij ons. Ja. In ieder geval niet op de PvdA staan. Nou, maar zij zeggen wel minder, maar ze zeggen niet hoe. Nee, daarom. Daar komen we zo op terug. We gaan er zeker nog over doorpraten. En als je kijkt naar de doorrekening van ons verkiezingsprogramma, in 4 jaar kunnen we dan de armoede in Nederland halveren. Van 800.000 naar 400.000. Dat laat de doorrekening zien. Maar dan moet wel het minimumloon omhoog. Dan moet de belasting op arbeid omlaag. En dan moeten mensen ook bijvoorbeeld de eigen risico in de zorg moet omlaag zijn. Allerlei dingen die we moeten doen. En dan kunnen we de armoede halveren. Eigen risico moet afgeschaft worden. Zo is het. Ja, stap voor stap. Meneer Timmermans, ik ben chronisch ziek. Het hele jaar door. Ik betaal €385 elk jaar weer. Ik kan het niet betalen met alleen een uitkering. En velen met mij. Dat velen ik. Met mij. Daarom u wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende 4 jaar is te laat. Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen. Laten we er samen aan werken. De vakbond staat aan onze kant. Allerlei organisaties die zoals u in de vrijwilligerssector werken, staan aan onze kant. Laten we aan de slag gaan. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Weet u wat dat betekent, hè? Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van €15.000 per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg dat. Nee, ik was nog niet klaar. En dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent contact met de werkelijkheid totaal verloren. Wij maken de plannen om het stap voor stap naar nul terug te brengen. Maar wij gaan mevrouw helpen doordat haar inkomen substantieel omhoog gaat, doordat we minimumloon naar €16 trekken. U hoort haar reactie. Jij zet je dood te erger tijdens de reclame. Je zei, er worden zoveel domme dingen gezegd hier. Nee, ik kan er niet meer tegen. En dat doen we allemaal nu aan mee. Er wordt door elkaar heen geschreeuwd. Terwijl het en wezenlijke problemen zijn en zulke fundamentele dat je ze inderdaad niet in een dag opgelost krijgt. En wat ik wel fijn zou vinden is dat we in ieder geval alles het aan het einde van een blok. Kijk, bijvoorbeeld als het gaat over bouwen. Het voordeel is wel dat iedereen het probleem ziet. Bijna iedereen ook erkent waarom het een probleem is en dan waar die oplossingen zijn. Ja. En dat lijkt mij als kijker of als kiezer ook wel fijn om te weten. Uiteindelijk, na die 22e, moeten die lui wel in welke omstandigheden dan ook met elkaar aan de slag. Maar je hebt om nog die geen problemen oplossing op te gehoord, lossen. Begrijp ik. Die zijn er wel en die zijn alleen, en dat doet ons allemaal pijn. Die zijn niet morgen gerealiseerd. Nee. Maar dat betekent wel dat je daar nu mee moet beginnen. Maar dat zei toch de heer Omtzigt ook? Die zei, we kunnen het dit jaar niet doen, maar de dingen die we willen gaan doen, die zorgen ervoor dat we het wel kunnen gaan doen. Ja, maar op het moment dat dan iedereen door elkaar gaat, waar ik nogmaals zelf ook al mee doe, denk ik wel aan het einde van de avond, dan hebben we misschien wat gelach hier, maar hoe hebben wij dan die stappen naar de oplossing? Dus je wilt u eigenlijk afspreken om niet met elkaar heen te gaan praten? Nee, ik wil graag wel dat het gaat over echte oplossingen. Okay. En dat we daar dan ook met elkaar kunnen zien, delen we dat met elkaar en kunnen we die stappen zetten. Maar doen jullie mee in die woontop, dat we ervoor zorgen dat het nieuwe kabinet met werkgevers, want u noemde net terecht verpleegkundigen, maar vroeger hadden ziekenhuizen verpleegstersflats.
En dan kunnen we vragen aan de zorgsector. Wat hebben jullie nodig om ook voor je eigen personeel te kunnen bouwen? Doen jullie mee dat we de eerste twee maanden... Ik dacht dat u tegen dat soort akkoorden was en topcentrum, maar ik doe graag mee. Oh, u doet mee. Nou, geregeld. Eindelijk iets wat geregeld is, dus ook wel eens fijn. Ja. En dan op alle plekken in het land. Zouden wij, ik wil niet uw taak, maar zouden wij met z'n vieren... Dat is ook leuk om dat vandaag een keer voor elkaar te krijgen... met elkaar kunnen afspreken dat wij ervoor gaan zorgen... dat het ziekenhuis een hele open blijft. Maar daar moeten we dan ook... Kunnen we dat doen? Ja? Maar dat... En we regelen personeelsproblemen in de zorg alleen... als we van kinderopvang een publieke taak maken. Ja, even voor de duidelijkheid, iedereen... allebei uit het zuiden des lands. Ja. En u komt uit Heerlen, dus, en u komt ook uit Venlo. Publieke... Maar er zijn ook allemaal mensen in Je moet je in voorstellen... En in... Nee, daar is Dit gaat over heel Nederland. Ja. En dat gaat inderdaad die beschikbaarheidsbijdrage moeten zijn. Ja. En wij moeten ervoor zorgen dat die wat kleinere ziekenhuizen... op afstand, waar je gewoon... zoals u zeer regelmatig zorg nodig hebt, dat die open blijven. En dan voor de echt complexe zorg moet je soms in Amsterdam zijn. Jullie zijn het eens. Houd het dan vast. Houd het dan vast. Het gebeurt bijna nooit dit. Uniek moment in de Nederlandse politiek. Ongelooflijk. Ja, dus hartstikke fijn. Het is trouwens nu wel leuk als je elkaar een beetje in de haren vliegt. Het is SBS6 dit. Ook met die modellen door blijft gaan. Hoe komt u erbij? We schaffen twee toeslagen af. Hoe komt u erbij dat we meer toeslagen En u verzint 80 nieuwe belastingen. Meneer Timmermans, houd toch op. Even voor de helderheid. Nee, jullie zijn zelf toch aan het eind. Nee, maar als je... Je kunt 100.000 keer van mij vragen om op te houden, maar ik doe toch nooit. Dat is mijn helder. Als je, zal de kiezer wel regelen woensdag. Ik kom op voor de mensen die het moeilijk hebben in Nederland. Ja, maar nog even afrondend, meneer Omtzigt. Lastig, hè, dit? Inhoud en snelheid over de one-liners, hè? Gaat de one-liners, dat is niet mijn favoriete hobby. Als dit met een one-liner opgelost was, dan had het kabinet dat al lang gedaan. Nou ja, er zijn nogal verschillen. Ja, ik ga het land niet kapot belasten. Ik ga niet zeggen, schaf alles maar af, klimaat en alles... zodat deze mensen over een paar jaar nog grotere problemen hebben. Het gaat over, neem je verantwoordelijkheid voor de problemen van nu... en durf je ook verder te kijken dan 4 jaar, meneer Timmermans. Het gaat over vragen. Ik denk dat meneer Wilders heel blij is dat mevrouw Jessicus de deur voor hem geopend heeft... want het heeft hem erg geholpen in de peilingen. Hij staat net zo open als voor u. En ik kan me niet voorstellen dat u met iemand wilt samenwerken... die gewoon in strijd met ons grond. Maar u wilt ook niet met hem samenwerken. Dus ik moet hieruit zoeken, dus. Nou, toch? Nou, Ja? Nee, niet echt. Tenzij wij de verkiezingen gaan winnen, natuurlijk. Ik ben er zelfs over geworden. Nee, ik zeg maar gewoon, de problemen zijn serieus. En die zijn ontstaan met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren. En daar zijn geen blinde vlekken geweest. Ik was er 25 jaar lang zelf bij. Even wel reëel zijn. Hey, ik zat in de oppositie. Ik heb die voorstellen gedaan. En het kabinet heeft jarenlang gewoon het kabinet heeft vrolijk jarenlang lopen liegen. Jullie moeten zo doorgaan. Naar de schermen. Nou ja, weet je, opgeteld 75 jaar ervaring bij mij de schuld. Maar u loopt weg. Dames en heren, het wordt nog een hele spannende verkiezing. Volgende week woensdag gaat het allemaal gebeuren. De VVD, de PVV, de PvdA en Pieter Omtzigt met NSC. Ze gaan nog een grote strijd aan, als ik het zo zie. En Pieter Omtzigt heeft nog niet echt een gevoel bij gekregen. Hij heeft heel veel voor zichzelf geapplaudisseerd. Daar moest mevrouw Jezielkens een beetje om lachen. En meneer Timmermans zei het al... Je moet de grootste worden, anders wordt een coalitie lastig. Hè? Anders wordt het dit clubje bij elkaar en dan zit Nederland niet op te wachten. Oké, duidelijke taal dus van de lijsttrekkers van de 4 grootste partijen van dit moment. Dit was het debat van Nederland. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Dag!